vandaag in Ajax Verdronten TV geen voetbal van Ajax Verdronten, maar wel voetbal van Oranje. En wel Jong Oranje onder de 18 tegen Jong Oostenrijk onder de 18. Wat brengt Pieter Huistra vandaag bij de wedstrijd Nederland onder de 18 tegen Oostenrijk onder de 18? Nou, hetzelfde als al die andere 1000 man hè, die hier zijn. Voetbal kijken. Ja, zijn er nog talenten waar u van zegt, ja, die zou ik best wel bij de Graafschap willen hebben? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier toevallig met een van onze scouts terecht ben gekomen. Ik was in de buurt, dus ik denk, laat ik die wedstrijd mooi even meepikken. Het is altijd interessant om te kijken wat onder 18 in Nederland rondloopt. En ja, daar was ik wel benieuwd naar. En ik moet zeggen dat ik een leuke eerste helft gezien heb. En wat voor kwaliteiten hebben deze jongens volgens u vooral? Nou, je kunt al zien dat deze jongens op deze leeftijd al heel aardig kunnen voetballen. De Oostenrijkers trouwens ook. Die staan met 2-0 voor. Maar het is duidelijk dat het niveau tegenwoordig van de jeugd vrij hoog is. En denkt u dat er ook spelers bij zitten die wel de top gaan halen in Nederland? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. De belangrijkste jaren komen nog. Zeker als het straks bij de senioren natuurlijk elke week moet, dan vallen heel veel jongens af. Maar nou, ik heb denk ik wel 1 of 2 jongens gezien waarvan in ieder geval de potentie eraf straalt. Namens de KNVB wil ik jullie bedanken voor uw aanwezigheid. Nicolai, doelman van Jong Oranje onder de 18. Ja, vandaag een 2-0 nederlaag tegen Jong Oostenrijk. Verrast? Nou, verrast wil ik niet zeggen. Het was, we gingen ervan uit dat we zouden winnen. Nou, we gingen er niet vanuit dat we zouden winnen, maar we gingen de wedstrijd in om te winnen. En dat is helaas niet gelukt. Kijk, ieder land in Europa is niet te onderschatten. Oostenrijk dus ook niet. Oostenrijk heeft een goede ploeg, hebben we gezien. Dus als je zegt van verrast over de uitslag in de zin van dat wel wat te snel kwam de doelpunten, vond ik. Kwamen we de eerste helft niet goed gedaan hebben. Zeker in het verdedigen niet. En de tweede helft hebben we het gewoon denk ik veel beter gedaan. Hebben controle gehad en we hebben wel te weinig kansen gecreëerd, moet ik zeggen. Maar waar ging het dan vandaag vooral fout bij die twee doelpunten?
Nou, dat waren individuele momenten. Hè. De buitenspeler die gaat naar binnen toe en die schiet met zijn linkerbeen. Dus dat had beter verdedigd moeten worden. En ook het tweede op de achterlijn was een individueel moment. Maar over het geheel genomen vond ik dat er gewoon de eerste helft te weinig initiatief in de ploeg zat. Hè. Er was vaak breed spelen achterin en weer terug naar de keeper. Vervolgens weer een lange bal. Nou, ik vond dat er ook te weinig strijd in zat in de ploeg. Hè. Om echt te willen winnen hadden we wel afgesproken, maar dat komt dan toch niet eruit. Dus een aantal jongens hebben gedebuteerd. Nou, daar zit waarschijnlijk wel wat zenuw op natuurlijk. Hè. En dan de tweede helft gaat dat een stuk beter en dan domineren we wel. En dan geven we niks meer weg en dan moeten we meer kansen creëren. Ik denk de verdediging, denk ik. Ja. Ja, we doen het als één team, maar ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Hebben jullie voetballend gezien wel genoeg gecreëerd? Nou, ik denk eerste helft meer en de tweede helft ging ja. Tweede helft minder, maar de tweede helft ging je gewoon met de volle beuk erin en proberen gewoon om wat doelpunten te maken, om die aansluitingstreffen te maken. En ja, dat is helaas niet gelukt. Ja, jammer. Dan even iets heel anders. Hoe zijn jullie vandaag ontvangen in Dronten? Nou, prima. Uitstekend mag ik wel zeggen. Compliment voor de organisatie van de club, ja. Ja, aardig veel mensen eigenlijk. Ik had het nooit verwacht. Het is geen kwalificatiewedstrijd. Dus ik had wel wat minder personen, minder publiek verwacht. Heeft u nog iets te melden aan de mensen in de rondte? Nou, ik zou zeggen, ga zo door hier. En ik hoop dat jullie weer goede prestaties met de eerste elftal leveren, zodat je weer naar de top gaat.